Hoi, ik ben Rian van Jachtloods en ik ga jullie vandaag meer vertellen over de verschillende krachtbronnen van luchtbuksen. Tijdens de zoektocht naar een luchtbuks heeft u keuze tussen drie verschillende krachtbronnen, namelijk een knikloopbuks, een CO2-buks en een persluchtbuks, oftewel PCP-buks. Al deze drie krachtbronnen vallen onder luchtbuksen. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe deze krachtbronnen werken en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. We beginnen bij knikloopbuksen. Knikloopbuksen, ook wel bekend als veerbuksen, zijn buksen die zijn voorzien van een zuiger. Die zuiger die wordt aangedreven door een spiraalveer of een gasveer en die wordt op spanning gebracht door het knikken van de loop. Bij het overhalen van de trekker duwt die veer de zuiger naar voren, waardoor de kogel door de samengeperste lucht de loop verlaat. Zoals ik net al aangaf, kunnen knikloopbuksen voorzien zijn van een gasveer of een spiraalveer. Dit is een gasveer en dit is een spiraalveer. Tegenwoordig worden vaak gasveren gebruikt omdat deze enkele opzichten hebben ten opzichte van de spiraalveer. Een gasveer die trilt minder bij het ontspannen. Dit zorgt voor een zuiverder schot en is vriendelijker voor uw schouder. Daarnaast nemen spiraalveren in kracht af gedurende de jaren, waar een gasveer altijd 100% van zijn kracht behoudt totdat deze lek gaat. Nu gaan we het hebben over de voordelen van knikloopbuksen. Knikloopbuksen hebben over het algemeen een relatief laag aankoopbedrag. Komt omdat het gebruik maakt van een eenvoudig systeem. Daarnaast zijn de meeste knikloopbuksen achtertuinvriendelijk. Dat komt omdat knikloopbuksen over het algemeen geen enorm krachtige buksen zijn, waardoor het schieten op korte afstanden ook gewoon zeer goed te doen is. Daarnaast is een knikloopbuks erg eenvoudig in gebruik. Om te schieten heeft u geen externe hulpmiddelen nodig, zoals een CO2-patroon, een handpomp, een fles of een compressor. U heeft alleen de buks nodig en kogeltjes en u heeft gegarandeerd langdurig plezier. Nu ik de voordelen van knikloopbuksen besproken heb, ga ik het hebben over de nadelen ervan. Ten eerste is terugslag merkbaar, aangezien de veer een flinke klap maakt bij het ontspannen. Die terugslag die kan de nauwkeurigheid beïnvloeden en daarnaast moet na elk schot weer opnieuw op het doel gericht worden. Om het opspannen van de veer in de knikloopbuks fysiek mogelijk te houden, zijn knikloopbuksen over het algemeen geen enorm krachtige buksen. Dit in combinatie met de terugslag zorgt ervoor dat knikloopbuksen minder geschikt zijn voor het schieten op langere afstanden. Dan gaan we het nu hebben over CO2-buksen. CO2-buksen maken gebruik van CO2-patronen. Oftewel een 88 gram CO2-patroon of een 12 gram CO2-patroon. Deze patronen zijn gevuld met samengeperste lucht. Bij het overhalen van de trekker wordt er een kleine lading lucht vrijgegeven, waardoor de luchtbukskogel verschoten wordt. Hier voor me heb ik een voorbeeld van een CO2-buks, de Het Wolf. In de meeste gevallen dient zo'n CO2-patroon aangebracht te worden in het handvat van de buks of onder de loop. Bij deze buks is dat in het handvat. Het leuke van CO2-buks is dat ze vaak gebruik maken van een magazijntje, waardoor er snel achter elkaar geschoten kan worden. Deze buks is voorzien van een magazijntje waar 20 biebers in kunnen. En de buks is ook nog eens semi-automatisch, dus je hoeft alleen maar de trekker over te halen om een schot te lossen. Het is gewoon een buks met een erg hoog fungehalte. En daarnaast heeft een CO2-buks weinig tot geen terugslag, omdat er alleen lucht vooruit wordt geblazen. Dit zorgt voor betere schietprestaties. En nu ik de voordelen van CO2-buks heb benoemd, ga ik het hebben over de nadelen. Ten eerste moet een CO2-patroon na het schieten gelijk uit de buks verwijderd worden, anders kan het o-ringetje van de buks bevriezen en daardoor zal die gaan lekken. Dat betekent dat u het CO2-patroon altijd eerst helemaal leeg moet schieten. U kunt ook het CO2-patroon er eerder uithalen, maar dan gaat de lucht verloren. En daarnaast zijn CO2-buksen niet enorm krachtig, dat maakt dat ze minder geschikt zijn voor het schieten op langere afstanden. Dan gaan we het nu hebben over PCP-buksen, oftewel persluchtbuksen. Zo'n PCP-buks is voorzien van een drukbuis. Die drukbuis zit meestal onder de loop. Hij mag op druk worden gebracht tot 200 of 250 bar. Als u de trekker overhaalt, dan wordt er een klep geopend waardoor er een lading lucht wordt vrijgegeven. Die lading lucht zorgt ervoor dat de kogel verschoten wordt. En nu gaan we het hebben over de voordelen van PCP-buksen. Ten eerste, PCP-buksen kunnen erg krachtig zijn. De drukbuis op een PCP-buks mag gevuld worden tot 200 of 250 bar. Dat maakt de PCP-buksen een stuk krachtiger zijn dan CO2-buksen of knikloopbuksen. PCP-buksen kunnen dan ook gebruikt worden voor het schieten op langere afstanden. PCP-buksen hebben weinig tot geen terugslag omdat er alleen lucht vooruit wordt gestuwd. Daardoor is het met PCP-buksen nauwkeurig te schieten. Ook kan met PCP-buksen vrij snel achter elkaar geschoten worden. Zo zijn de meeste PCP-buksen voorzien van een zelfroterend magazijntje. En om het systeem op spanning te brengen, hoeft u alleen maar de laadronde naar achter te halen. En bij het naar voren duwen, laat u de nieuwe kogel in de loop en kunt u het volgende schot lossen. En daarnaast is met het gebruik van een demper PCP-buks aardig stil te krijgen. Dit is handig als u dichtbijwonende buren heeft. Dan gaan we het nu hebben over de nadelen van een PCP-buks. Ten eerste, u heeft een vulmiddel nodig. De drukbuis van een PCP-buks dient regelmatig gevuld te worden. Dit kan gedaan worden met een handpomp, een fles of een compressor. En één van deze vulmiddelen dient u dus altijd bij de hand te houden als u gaat schieten.
om de drukbuis te vullen als deze de minimale druk bereikt heeft. En daarnaast is het aankoopbedrag van de PCB-bux over het algemeen hoger dan die van de knikloopbux en CO2-bux, omdat het een geavanceerde systeem is. Ook aan het vulmiddel dat u gaat gebruiken zitten kosten verbonden. En nu hebben we alle drie de krachtbronnen behandeld. Weet u na het kijken van het filmpje nog steeds niet welke krachtbron nou het best bij u past, dan kunt u altijd een van onze specialisten bereiken via de e-mail info@jachtloods.nl of bereik ons telefonisch. Daarnaast heb ik een blog over dit onderwerp op de website geplaatst. Hiervan heb ik een linkje toegevoegd in de beschrijving. Vond u dit een waardevolle video? Vergeet dan niet te abonneren. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.